waar wij heel erg voor hebben proberen te zorgen, is dat de setting klopt met hoe het in het echte leven is. He, dus gewoon in een volle zaal s'avonds spelen, met te maken hebben met techniek, met management achter de schermen, dat ook niet altijd eens is met jouw artistieke ideeën over wat voor visuals te moeten hangen. In plaats van dat muzieklokaaltje op woensdagmiddag waar dan drie docenten zitten achter een kopje koffie en die daar dan iets van vinden. Dat is toch anders, hè? Ja, en in mijn tijd ging het ook om dat je het in een uur liet je zien dat je een instrument kon beheersen. Het ging vooral om die skills. En ik denk dat het bij ons veel meer gaat over het concept, over of het stijl eigen is, of het creatieve level enzovoorts. En daar is skills een onderdeel van, maar dat is niet het enige wat je in dat uur alleen maar laat zien. Met een examen moet een student laten zien dat hij iets kan wat de praktijk van hem of haar verwacht. Dat is natuurlijk het idee.